Goedenavond allemaal en welkom bij dit webinar, een studie kiezen praktische zaken. Ik ben Marieke Siebrecht, ik werk bij de Hogeschool van Amsterdam als adviseur aansluiting VO-HBO. En ik ben vandaag uw gastvrouw samen met mijn collega van de Universiteit van Amsterdam. Annemarie, kun jij je voorstellen? Ja, ik ben Annemarie van Meerveld en ik werk als adviseur studievoorlichting bij de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat je kijkt. Wij gaan u vanavond iets vertellen over praktische zaken die uw kind tegen gaat komen bij het inschrijven voor een vervolgopleiding. Waarschijnlijk is uw kind nu aan het oriënteren en kijkt u mee. Dat is alvast heel erg fijn en belangrijk, maar daar zullen we straks meer over vertellen. Ik wil allereerst wat huishoudelijke mededelingen doen. U kunt op verschillende manieren vragen stellen. Technische vragen kunt u stellen via de chat. Maar inhoudelijke vragen over wat wij straks samen gaan vertellen, kunt u stellen via de Q&A. Dus dat is vooral belangrijk, want de Q&A kunnen wij straks zien. Aan het eind van dit webinar zullen wij nog wat vragen plenair behandelen, dus tijdens het webinar. En een aantal vragen worden ook behandeld door onze collega's die hier achter de schermen zitten om uw vragen te beantwoorden. Dit webinar zal worden opgenomen en dat kunt u eventueel terugzien later op de websites van de UvA of de HVA. Dan is het uva/ouders of hva.nl/ouders. En u krijgt zelf morgen de PowerPoint die wij vandaag laten zien thuis gestuurd, zodat u het nog eens rustig na kan kijken. Oké, ik wens u een fijn webinar. En u kijkt vanavond omdat u uw kind wil helpen bij dit ingewikkelde proces vol met regels en deadlines. Maar voordat we starten willen we heel graag weten van u hoe u in dit proces zit. Dus we hebben een poll om even voordat alle informatie aan u doorgeven en alle tips delen om te vragen hoe zit u er nu bij. U kunt meedoen door een aantal antwoorden te geven. U kunt zelf kiezen welk antwoord bij u past. Help, mijn kind gaat studeren, wat moet ik doen? A, B, ik heb zin in deze nieuwe fase, kom maar op. C is, ik weet al wat, maar ik wil nog even checken. En D is, ik ben benieuwd of ik vanavond nog wel iets nieuws ga horen. We zien al allemaal antwoorden binnenkomen. Leuk dat iedereen meedoet. Hartstikke fijn. Kijk, het gaat allemaal verschillend. Het is ook behoorlijk verschillend, hè Marieke? Ja, het is mooi verdeeld. Dus spannend zien we terug. We zien ook wel dat heel veel ouders er zin in hebben. En ook wel ouders die het al van tevoren al zich voorbereid hebben. Mooi. Kijken nog even. Share results. Ja, laten we de resultaten delen. Goed om te zien. Oké, nou, ook welk antwoord u ook eigenlijk gegeven heeft. Goed dat u in ieder geval vanavond kijkt. En we hopen dat u vanavond al uw vragen worden beantwoord. En misschien kijkt u vanavond wel samen met uw kind. Ook hartelijk welkom aan uw kind. En ook fijn dat je meekijkt. En stel ook gerust al je vragen in die Q&A. En we hopen dat we alles voor je kunnen beantwoorden. Oké, en wat gaan we vandaag precies behandelen? Nou, we gaan eerst even een klein beetje achtergrondinformatie geven over de overstap naar het hoger onderwijs. Wat is het verschil met het onderwijs daarvoor? En hoe zit het eigenlijk tussen het verschil tussen de universiteit en het HBO? We zullen iets vertellen over toelating en inschrijving. Hoe gaat dat precies? Waar moet je op letten? We zullen iets vertellen over de selectie of studiekeuzecheck of matching die uw kind moet doen. Kort iets over studiekosten en studiefinanciering. En we eindigen met twee onderwerpen die wij ook heel belangrijk vinden. Namelijk, waar kan uw kind hulp vinden als dat nodig is voor of tijdens de studie? Dus studentbegeleiding. En natuurlijk het leuke onderdeel, het studentenleven. Wat voor sociaal vangnet is er eigenlijk naast het studeren? Wat het voor uw kind nog leuker maakt om te komen studeren? Allereerst de overstap naar het hoger onderwijs. Wat gaat er allemaal veranderen? Nou, je kan het eigenlijk op een bepaalde manier wel vergelijken met de overstap van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs of naar het VMBO. Er gaat van alles veranderen. Maar waar je bij de overstap naar het middelbaar onderwijs nog vaak met vriendjes meegaat en anderen kent, is dat bij de overstap naar het hoger onderwijs vaak minder zo. Het is meer verspreid over de verschillende steden en er zijn ontzettend veel verschillende opleidingen te doen. Dus de kans dat uw kind alleen naar een nieuwe opleiding gaat is best groot. En dat kan best spannend zijn. Er zijn ook heel veel andere dingen anders. Er zijn bijvoorbeeld minder vakken. Je krijgt minder lessen.
Maar je krijgt wel veel meer lesstof in één keer te behappen. Wat er ook anders is, is dat er bijvoorbeeld kleine dingen. Er gaat geen bel meer als het lesuur is afgelopen. Zo werkt het niet. Maar er zijn ook geen pauzes ingecalculeerd. Dus dat moet het kind allemaal zelf regelen. Vakanties zijn veel minder. Toetsen, daar moet je jezelf actief voor inschrijven. En als je dat niet doet, dan heb je een probleem. Dus er wordt heel veel van uw kind verwacht. En dat is eigenlijk wat in het rechterstukje staat op deze sheet. Is wat wordt er voor je kind, van je kind verwacht? Dat is vooral heel veel zelfstandigheid. Uw kind moet zelf aan de slag, moet zelf letterlijk zijn weg gaan vinden naar het hoger onderwijs en ook in het hoger onderwijs. En dat bedoel ik ook gewoon heel praktisch, op de locatie, in het gebouw, zijn rooster leren kennen, weten wat er met al die rare cijfers en letters bedoeld wordt en waar die precies terecht moet, welke lokalen die heen kan. Maar daarnaast wordt er ook veel eigen verantwoordelijkheid van uw kind verwacht. Want waar we het net ook al over hadden, het staat ook links, is studentenleven is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van een studietijd. En je studentenleven zorgt ook vaak voor afleiding. Dat kan heel positief zijn, maar als je die hele grote lesstofberg in één keer moet doen, kan dat ook heel lastig zijn. Dus leren plannen, organiseren, zorgen dat je de juiste vaardigheden bezit om dat allemaal te kunnen doen. Dat kan heel lastig zijn. En dat wordt wel echt van uw kind verwacht. En wij beschouwen in het hoger onderwijs uw kind ook echt als een volwassene. Dat betekent dat uw kind zelf aan de bel moet trekken als er iets aan de hand is. Hoe klein of hoe groot ook. Er zijn heel veel mogelijkheden, heel veel ondersteuningsmogelijkheden. Maar uw kind moet zelf aangeven wat het nodig heeft en dat het iets nodig heeft. En dan is er een vangnet. Het is goed om ook even te kijken naar die verschillen tussen het HBO en de universiteit. Maar wat zijn nou precies die verschillen? Maar bij het HBO kun je eigenlijk grofweg zeggen dat het meer beroepsgericht is en dat de universiteit meer wetenschappelijk gericht is. Bij het HBO kijk je meer hoe je kennis toepast in de praktijk. En bij de universiteit kijk je meer hoe je nieuwe kennis kunt ontwikkelen. En hoe je meer naar de waarom vraag. En bij de HBO kijk je meer naar die hoe vraag. En dat zijn echt verschillende nuances. En het is ook gewoon goed om te weten dat dus die kennis toepassen in die praktijk of die theorie, ja, dat een groot verschil is. Maar als we ook even kijken hier naar dit schema, dan zijn er verschillende ook nuances in bijvoorbeeld de opzet van het programma of het tempo of de manier van lesgeven. Het zijn allerlei verschillen. U ziet bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld bestaande kennis toepassen in de praktijk meer op het HBO gebeurt en nieuwe kennis ontwikkelen en delen bij de universiteit. Er zijn bij het HBO meer vakken en vaak bij de universiteit tijdens verschillende blokken minder vakken. En belangrijk is ook dat er meer lesuren zijn op de HBO en minder lesuren op de universiteit. Bij de universiteit zijn er ook veel meer zelfstudieuren. En in de coronatijd is dat ook wel een beetje anders geweest, want ook veel studenten op het HBO en universiteit hebben online college gegeven. Maar het doel is om in 2022 op de universiteit en de HBO's zoveel mogelijk college op de campus te laten plaatsvinden. Dus dat de studenten echt naar de campus gaan om daar fysiek onderwijs te krijgen. En het allerbelangrijkste is, als u deze verschillen zo ziet, is om te kijken naar uw kind. Wat past het beste bij uw kind? En als bijvoorbeeld een VWO'er, kun je naar het HBO en je kunt naar de universiteit. Maar het belangrijkste is om te kijken, wat spreekt het meeste aan? En kijk ook naar wat je ermee kunt worden en kijk ook hoe het onderwijs is opgebouwd. Misschien houdt uw kind wel meer van praktijk onderwijs of kennis toepassen in de praktijk, excuus. En is het veel minder bezig met die theorie vergaren, nieuwe kennis vergaren. Nou, dan is het HBO-opleiding een hele handige keuze voor uw kind. Maar ook als HV's, dus als je van de HAVO komt, is het mogelijk om naar de universiteit te gaan. Ook dan kun je bijvoorbeeld eerst een HBO-diploma halen en daarna met naar de master. Opleiding van de universiteit gaan. Maar ook is het mogelijk om bijvoorbeeld eerst naar het VWO te gaan en dan naar de universiteit. Eigenlijk zeggen wij altijd ook bij het HBO en bij de universiteiten van het eindstation is vaak hetzelfde, maar er zijn altijd meerdere wegen. Daar is altijd goed om naar te kijken.
Het is ook belangrijk om even te gaan kijken naar toelating. Een belangrijk onderwerp van deze avond. Want even om eerst wat meer context te geven is, hoe kun je vanuit het voortgezet onderwijs toegelaten worden tot het hoger onderwijs? Met een MBO 4 opleiding of met een HAVO-diploma of een VWO-diploma kun je instromen in het hoger onderwijs. Ja, inderdaad, dank Marie. En het is ook belangrijk dat met een MBO 4 diploma of met een HAVO-diploma kun je instromen in het HBO, ook wel de hogeschool. En met een VWO-diploma kun je instromen op de universiteit. HBO, universiteit. En het is belangrijk, dus als je instroomt, doe je een bacheloropleiding. En je stroomt altijd eerst, doe je een bacheloropleiding en daarna is het mogelijk om een masteropleiding te volgen. Een bacheloropleiding op het HBO duurt 3 jaar. En En een bacheloropleiding op de universiteit duurt 3 jaar. En een bacheloropleiding op de HBO duurt 4 jaar. En voor... Als je op de universiteit zit, is het heel handig om met een bacheloropleiding gelijk naar een masteropleiding te doen. Dat doen eigenlijk de meeste studenten. Maar op een HBO is dat niet vanzelfsprekend. Maar het is goed om te weten dat met een HBO-diploma en met een bachelor-diploma van de universiteit je een volwaardig diploma hebt gehaald. En dat je zelf kunt bepalen of je een master gaat doen of niet. Ook kun je als je alle vakken in het eerste jaar met een voldoende hebt afgerond, dan haal je je propeduizen. En een propeduizen is een manier om ook weer over te stappen naar een andere opleiding. En op het HBO krijg je daar echt een diploma voor. Dus de propeduizen diploma. Op de universiteit krijg je dat niet. Marike, kun jij misschien iets meer vertellen over de instroom van MBO naar verkorte HBO-opleiding? Ja, je hebt ook nog een specifieke HBO-opleiding die geen bachelor is, maar dat is een tussenvorm eigenlijk op het HBO. Dat is een 2-jarige opleiding en dat heet een AD-opleiding. Dat is een Associate Degree-opleiding. Die opleiding is nog praktischer ingestoken, zou ik maar zeggen, dan een HBO-opleiding, als je hem vergelijkt met een universiteit. En dat is vooral bedoeld voor mensen die het gewoon heel fijn vinden om op een praktische manier via ervaring kennis op te doen. Er is heel veel ruimte voor stage en praktijkervaring, projecten. Dus je zit eigenlijk gelijk in de praktijk. Je werkt vaak ook samen met bedrijven. Dat doe je bij een bachelor ook wel, maar bij een AD-opleiding is dat echt het belangrijkste deel van de opleiding. Het is een volwaardig diploma, een AD-diploma, waar het bedrijfsleven ook echt blij mee is. Maar als je wil, kun je na je associate degree diploma doorstromen naar je bachelor en in 2 extra jaren je bachelor behalen. Dus als je dat wil, is ook dat mogelijk. Dus zo zie je, er zijn eigenlijk verschillende manieren om, om te groeien. Kijk vooral goed wat past bij uw kind. Dat is het allerbelangrijkste. En er zijn ook volwaardige bachelor-diploma's, master-diploma's, maar ook dus een AD-diploma is gewoon een volwaardig diploma. Laat u daar ook bij vooral voorlichten. Hè? Want er zijn daar al die wegen en routes, is het soms ook moeilijk om te bekijken wat er allemaal mogelijk is. En daarvoor is natuurlijk ook de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam aanwezig om u te helpen daarbij. Als we dan kijken naar die toelatingseisen, dan is het goed om te weten dat uw kind niet zomaar kan doorstromen naar alle opleidingen. Soms gelden er specifieke toelatingseisen, als bijvoorbeeld een bepaald profiel, speciale vakken of al ander soort ideeën. Dus dat is goed om te weten. Soms zijn er ook speciale eisen. Dat zijn voor hele kleinschalige en internationale opleidingen, bijvoorbeeld de university colleges. En soms zijn er ook speciale eisen voor opleidingen met een beperkt aantal plaatsen. Dan is er ook vaak een selectie. Daar komen we zo direct op terug. En bij de PABO en sommige kunstopleidingen, sommige Engelstalige opleidingen en sommige bewegingsopleidingen gelden ook speciale toetsen. En dat zijn speciale eisen, bijvoorbeeld een toelatingstoets of een portfolio. Ik wil nog toevoegen dat als je MBO 4 gedaan hebt, is het zo bij de HVA dat je met elke MBO 4 opleiding kan starten bij elke HVA bacheloropleiding. Let op, dat geldt niet voor alle andere hogescholen, dus kijk heel goed hoe dat werkt.
En ik wil eigenlijk nog een kanttekening maken. En dat is dat je je kan voorstellen dat als jij een mbo-4-opleiding hebt gedaan in een administratieve richting en je wil een hbo-bachelor gaan doen in een technische richting, dat dat best wel lastig kan zijn. Dus ik wil uw kind en u ook dan ook aanraden om even verder te vragen, bijvoorbeeld op een open dag, hoe dat zit. En of dat inderdaad iets is om aan te raden voor uw kind om die overstap te maken. En in hoeverre dat haalbaar is of in hoeverre uw kind nog dingen kan doen om zijn studiesucces strakjes te verbeteren. Dus te zorgen dat hij inderdaad prettiger door de opleiding loopt. Het is ook goed om te weten dat met een hbo-propeduizen studenten kunnen instromen in een universitaire bacheloropleiding. Maar het is ook goed om te weten dat een aantal universitaire bacheloropleidingen zelf bepalen welke hbo-propeduizen toegang geven tot die opleiding. Dus mocht uw kind echt wensen hebben om met een hbo-propeduizen naar die bachelor eerste jaar van de universiteit te gaan, dan is het goed om te weten of uw kind ook daadwerkelijk wordt toegelaten. Dus kijk alvast ook naar dat wat daar de eisen zijn. Ja, en dan hebben we iets verteld over die toelatingseisen. Maar dan willen we eigenlijk nog iets kleins vertellen over hoe het nou zit met hoe haalt uw kind nou eigenlijk dat hoger onderwijs? Hoe haalt uw kind zijn diploma? Hoe werkt dat? Nou, dat werkt eigenlijk iets anders dan op de middelbare school. Je moet ook cijfers halen, zeker. Maar het gaat vooral om dat je studiepunten haalt. En wij werken met een Europees studiepuntensysteem. Dus dat heet ECTS. Dat kan u straks misschien een keer terug horen van uw kind. En het gaat erom dat uw kind 60 studiepunten per jaar haalt. Dat zijn verschillende vakken die samen die 60 studiepunten vormen. Om verder te kunnen naar een volgend jaar. En dat geldt dus in de universiteit heb je een bachelor van 3 jaar. Dus dan heb je in totaal 180 punten die je moet halen. En bij het hbo is dat 240 studiepunten. Nou, hoe werkt dat precies? Voor elk vak dat je krijgt staat een aantal punten. En die punten krijg je als je dat vak met een voldoende afrondt. Dus het gaat er niet om dat je allemaal 9's haalt. Dat is natuurlijk wel hartstikke gewenst en heel erg mooi, want dan ben je goed bezig. Maar het gaat er in ieder geval om dat uw kind het vak behaalt. Dus dat er een voldoende gehaald wordt. Dan zijn de punten binnen. Het aantal punten kan per vak verschillen. En het is ook een beetje lastig. Er is geprobeerd om een aantal uren aan een studiepunt te koppelen. En er wordt gezegd, 1 studiepunt staat voor 28 werkuur. Wat ik u eigenlijk wil meegeven is dat er van uw kind verwacht wordt in het hoger onderwijs dat lessen samen met zelfstudie of projecten of samenwerken of iets dergelijks, maar eigenlijk de tijd die uw kind besteedt aan de studie per week, dat gemiddeld ongeveer 40 uur per week zou moeten zijn. Ja, dan hebben we iets verteld over de achtergrond. Hoe zit dat precies met de verschillen, met de toelatingseisen? In het vorige webinar hebben wij al iets verteld over hoe u uw kind kunt helpen met het kiezen van een studie. Nou, dan is het moment eigenlijk aangebroken om te gaan inschrijven. De keuze is bepaald en dan aan het werk. En dan komt eigenlijk het geregel kijken en is het heel fijn dat u met uw kind meekijkt. Mijn dochter is pas 18 geworden. Nou, ik merk zelf hoe onwennig ze eigenlijk is in het regelen van zorgtoeslag enzovoort. Nou, sommige kinderen, als je naar het hbo gaat, ben je soms 17 of misschien zelfs wel 16. Dan is het heel fijn dat er even iemand meekijkt en zorgt dat dat de juiste dingen gebeuren, zodat ook uiteindelijk in september uw kind kan starten met de opleiding. Ja, wat betreft inschrijven hebben we eigenlijk een stappenplan gemaakt van 5 stappen. Om het u ietsje makkelijker te maken in hoe het werkt. Eerst een aantal stappen om te checken. Zoals we net al zeiden, de toelatingseisen kunnen verschillend zijn. Dus check die heel goed. Hoe zit het daarmee? Dat kunt u vaak vinden op de website van de opleiding. Daar staat bij praktische info vaak informatie over de toelatingseisen. Daar kunt u kijken of uw kind voldoet of samen met uw kind kijken of die aan de eisen voldoet. Is dat niet zo, heeft u bijvoorbeeld niet het juiste profiel gekozen dat nodig is, dan kan uw kind er altijd voor kiezen om die vakken alsnog te gaan doen.
Dat kan op zijn oude of haar oude middelbare school, maar dat kan ook via FAVO. Dan kan uw kind deelcertificaten halen. En als uw kind wat ouder is, kan er ook een 21-plus toets gedaan worden. Dus er zijn mogelijkheden om, als het niet helemaal goed aansluit, alsnog te zorgen dat dat het wel doet. Soms kost dat wel een tussenjaar, maar ja, dat is dan wel een zinvol tussenjaar als uw kind daarna kan doen wat hij heel graag wil. Dan is er het volgende punt, is check de inschrijfdeadline. Tot wanneer kan uw kind zich inschrijven? Dat is niet onbeperkt. 1 september start het onderwijs. In het hoger onderwijs starten we altijd in de eerste week van september. Heel makkelijk te onthouden. Maar dat betekent wel dat uw kind dan ingeschreven moet zijn en dat alles geregeld moet zijn rondom de inschrijving. Nou, die inschrijfdeadline ligt voor de meeste opleidingen op 1 mei. Dat is landelijk. Ik weet wel dat sommige hogescholen inmiddels en misschien ook sommige universiteiten die deadline ietsje oprekken. Maar als uw kind 1 mei aanhoudt, is dat het handigst. En er zijn ook een aantal opleidingen die een eerdere deadline hebben. En dat zijn in ieder geval de opleidingen met de numerus fixus, dus met een beperkt aantal plaatsen. Daar moet nog een selectie plaats gaan vinden. Dus daar is de deadline vervroegd naar 15 januari. Kijk dus heel goed of uw kind zich wil aanmelden voor een opleiding met selectie. En dit moment is het al best wel laat, want het is vandaag 11 januari. 15 januari is aanstaande zaterdag. Dus dat is wel even heel belangrijk in deze week. En hoe zit dat dan met dat inschrijven? Want dan heb je alles gecheckt en dan klopt het en dan ga je starten. Nou, inschrijven gebeurt via StudieLink. StudieLink.nl, daar vindt u alle informatie over het inschrijven. Uw kind heeft daar wel een DigiD voor nodig. En dat is heel belangrijk. Zeker voor de selectieopleidingen wordt dat nu heel erg krap. Want de deadline van 15 januari is echt een harde deadline. En 1 mei ook. Dus voor de meeste opleidingen dan. Dus zorg dat uw kind op tijd een DigiD aanvraagt. En dat is bijvoorbeeld echt iets waar u samen met uw kind even voor kan zitten, om dat te gaan doen, om te kijken hoe het werkt. En ik raad u aan, ik vind het zelf best wel lastig, maar dat u uw kind dat laat doen en dat u meekijkt en informatie geeft als dat nodig is, zodat uw kind ook al een keer die oefening krijgt in hoe werkt dat precies, dat regelen van dingen. Uw kind kan zich opgeven voor aanmelden voor 4 opleidingen tegelijk. Dat hoeft natuurlijk niet, maar mocht uw kind nog twijfelen, of zeker als uw kind zich aanmeldt voor een selectieopleiding, waar het misschien niet geselecteerd kan worden, is het handig om in te schrijven voor meerdere opleidingen. Uw kind kan zich altijd uitschrijven. Dat moet in ieder geval voor 1 september gebeuren. En wat ook belangrijk is, is dat uw kind zorgt dat als hij iets wil doen, een vervolgopleiding, dat hij zorgt dat hij rond 1 mei ingeschreven staat voor een opleiding. Want als je dat hebt gedaan, dan kun je ook na 1 mei, mocht je twijfelen, nog van studie wisselen. Maar daar heb ik het straks over met de studiekeuzecheck. Natuurlijk is het altijd goed om ook even de ervaring van een student te horen. Onze student Brian vertelt over hoe hij het vindt om te studeren en heeft ook een tip voor u. Hallo iedereen, mijn naam is Brian en ik ben eerstejaarsstudent Media en Cultuur aan de UvA. Ik ben Media en Cultuur gaan studeren naar aanleiding van voorlichtingen en doedagen. En al snel kwam ik erachter dat deze studie superleuk vind. Daarnaast vind ik de stad Amsterdam zelf ook superleuk. Daarom is mijn tip voor ouders van studiekiezers: support gewoon je kind in hun keuze en zorg ervoor dat ze iets doen wat ze superleuk vinden. Want uiteindelijk moeten zij de studie doen en gaat het echt heel erg lastig als je het gewoon niet leuk vindt. Ik ben nu ongeveer al een halfjaartje aan het studeren hier in Amsterdam. En ik vind het superleuk om te gaan studeren. In het begin was het eerst wel echt even lastig. Maar na een maandje of 2 kon ik mijn draai wel vinden. En geniet ik gewoon heel erg vooral. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de tip die ik heb gegeven. En dan zeg ik doei. Dankjewel, Brian. Zo zie je maar even een tip van een student kan wel even handig zijn. We gaan weer verder met verdere praktische informatie over de selectie of de studiekeuzecheck en de matching. Het volgende stapje in het inschrijfproces. We beginnen met de selectie.
Want als uw kind zich ingeschreven heeft voor een selectieopleiding en de deadline van 15 januari heeft gehaald, is de opleiding aan zet. Uw kind moet dan verplicht meedoen aan een selectiedag. En vervolgens bepaalt de opleiding of uw kind inderdaad geaccepteerd wordt door de opleiding of niet. Nou, hoe werkt dat precies en wat zijn belangrijke data daaromtrent? Die hebben we hier even voor u op een rijtje gezet. Ik wil eerst nog even kort vertellen waarom een selectieopleiding. Een opleiding heeft een beperkt aantal plaatsen, een numerus fixus, als er bijvoorbeeld weinig plekken zijn op de arbeidsmarkt. Dus als dat gereguleerd moet worden, dan wordt er vaak een numerus fixus op een opleiding gezet. Maar het kan ook zijn dat de opleiding een beperkte capaciteit heeft of beperkt aantal stageplaatsen. Dus dat is vaak de reden om een numerus fixus, dus om een beperkt aantal plaatsen op een selectie te zetten. De opleiding is dus in de lead. De opleiding bepaalt uiteindelijk zelf wie er komt studeren en wie niet. Dat is wel een belangrijk gegeven. De selectiedagen vinden vaak plaats in februari en maart. Ik heb januari erbij gezet. Soms is dat zo nog, eind januari. Dus dat is vrij kort. En dat is zo omdat op 15 april... bekend moet gaan worden wat de rangnummers zijn en wat de ranglijst is. Dus dan moet de selectie plaatsgevonden hebben. Een selectie is eigenlijk een check waarin de student in ieder geval één of meer toetsen krijgt. Soms is het zo bij de universiteit dat de cijfers van je middelbare school meetellen. De cijfers die dan meetellen zijn vaak de overgangscijfers van 5 VWO naar 6 VWO. Dus dan is het belangrijk dat die cijfers zo goed mogelijk zijn. Maar meestal is er ook nog iets anders waarop geselecteerd wordt. En op basis van je cijfers en op basis van de uitslag van de toets die je maakt, krijg je een rangnummer. Het is goed om te beseffen dus dat als je een selectie hebt waar alleen een toets is, dat je die toets dus goed moet maken als je echt heel graag erin wil komen. En de ervaring die ik al heb gehad is dat er dat soms zo'n toets plaatsvindt in een tijd waarin ook schoolexamens plaatsvinden. Die schoolexamens zijn heel belangrijk en die vindt de school ook heel belangrijk, dat is ook zo. Maar als uw kind heel graag die ene selectieopleiding wil doen, is het belangrijk dat uw kind tijd maakt om zich goed voor te bereiden op die toets. Want dat cijfer is dus behoorlijk bepalend. Misschien zijn het meerdere cijfers, maar in ieder geval de resultaten van die selectiedag zijn heel bepalend voor de ranglijst. Want op basis van die uitslag wordt uw kind dus in een ranglijst geplaatst. Bovenaan als je het heel goed doet, nummer 1 tot en met X. En als het minder goed is gegaan, wel in vergelijking met de anderen die de toetsen maken, dan komt uw kind wat meer onderaan de ranglijst te staan. Stel je voor dat een opleiding 100 plekken heeft en uw kind heeft plaats 104 aangeboden gekregen op 15 april. Dan is uw kind in eerste instantie niet geselecteerd. De kans dat uw kind alsnog geselecteerd wordt is dan best wel groot. Want er vallen altijd studenten af die toch een andere keuze maken of die bijvoorbeeld hun eindexamen niet halen. Als uw kind geselecteerd is, dus binnen die 100 valt... krijgt uw kind op 15 april dus niet alleen een rangnummer, maar ook de uitslag, je bent geselecteerd. Dan is er nog één hele belangrijke stap en dat is dat je binnen 2 weken je plaats moet accepteren, je plaats moet verzilveren, heet dat. Doe je dat niet, dan gaat je plaats door naar de volgende op de ranglijst. Dus dat is belangrijk. Als jij later dan 15 april, dus je bent op 15 april net niet ingeloot, maar ergens in de zomervakantie, gaat de loting gewoon door, valt er nog iemand uit en krijg jij die plek aangeboden, moet je hem dus ook binnen 2 weken verzilveren. Dus het is ook belangrijk als je in hebt geschreven voor een selectieopleiding, dat ook tijdens je vakantie je goed je mail in de gaten houdt, of je kind goed de mail in de gaten houdt. En dat is ook een van de rollen die u daarin kunt hebben, hè? Dat u af en toe even bij uw kind checkt, hey, heb je al gekeken of er niet een plaats is aangeboden? Zodat uw kind de plaats niet kwijtraakt. Nou, verreweg de meeste opleidingen hebben geen beperkt aantal plaatsen. Daar is iedereen welkom die zich inschrijft voor de opleiding. Maar sinds een aantal jaar is het wel belangrijk dat uw kind nog een laatste check doet of de opleiding van zijn of haar keuze echt wel past.
En daarvoor hebben we de studiekeuzecheck of de matching in het leven geroepen. Bij de UvA heet dat de matchingdag en bij de HVA heet dat de studiekeuzecheck. Kort gezegd is het eigenlijk een verdiepende onderwijservaring. Uw kind krijgt nog een keertje wat huiswerk, moet daarmee aan de slag. Dus voelt een beetje hoe het is om met die lesstof aan de slag te gaan en maakt een toets. Daarmee leert uw kind ook een beetje kennis maken met hoe toetsen wij. Toets hoeft niet per se een schriftelijke of een digitale toets te zijn. Soms kan het ook het maken zijn van een klein portfolio of een andere opdracht. Dus daar krijgt uw kind dan ook een beetje inzicht in hoe dat werkt. Maar op basis daarvan kan uw kind nog één keer nagaan, is dit inderdaad de studie die ik nu wil doen? En de opleiding helpt een beetje door een advies te geven over hoe de opleiding denkt op basis van de resultaten van die studiekeuzecheck of van die matchingdag, dat uw kind het strakjes gaat doen en in hoeverre de opleiding denkt dat uw kind past bij de opleiding. Dat advies is vrijblijvend. Het is niet aan de opleiding, maar het is aan uw kind zelf om te kijken. En daar is die studiekeuzecheck of matching ook echt voor bedoeld. Even nog voelen, even nog ervaren en kijken, is dit inderdaad wat ik ga doen de komende 4 jaar of 3 jaar of 7 jaar? Het kan zo kort of zo lang zijn als het is. Ja, en als die studiekeuzecheck of matchingdag dan geweest is, komt het beslismoment. Ga ik echt starten of ga ik niet starten? Dat zei ik net al, mocht uw kind alsnog twijfelen na deelname aan de studiekeuzecheck of matching, dan is het nog mogelijk om een andere studie te kiezen. We hebben zowel bij de UvA als bij de HVA, maar andere hogescholen en universiteiten hebben dat ook. Er zijn keuzecoaches die uw kind kunnen helpen als het twijfelt over de keuze. Soms kan uw kind gewoon een gratis gesprek voeren, telefonisch of op locatie. Ligt ook een beetje aan de corona-omstandigheden. Om nog even te checken of te sparren met zo'n keuzecoach, is dit wel wat ik wil gaan doen? En als het dat niet zo is, dan kan uw kind nog wisselen. Dat kan bij de meeste opleidingen tot 1 september. Bij de HVA bijvoorbeeld niet. Daar kan het tot 15 augustus, omdat wij het belangrijk vinden dat uw kind ook een studiekeuzecheck doet bij de opleiding van zijn of haar keuze. Dus als hij een andere opleiding kiest, doet hij ook daar een studiekeuzecheck. Bij de UvA werkt dat anders. Daar is het zo dat als je 1 keer een matchingdag gedaan hebt van de UvA, dan telt die ook voor de andere opleidingen. Dat is bij andere hogescholen en universiteiten anders. Dus kijk ook daar goed naar. Hoe zit het in elkaar? En de dag bij ons is verplicht om te kunnen starten met de opleiding. Dus zorg ook dat je die data, dat uw kind die data goed in zijn agenda heeft staan. Check dat ook met uw kind samen. Klopt dat? En we hebben best strenge regels om mocht uw kind niet kunnen deelnemen. Dus zorg dat die datum vrij is. Nou, als uw kind dat ook gedaan heeft, een selectie of een studiekeuzecheck of matching, komt eigenlijk het laatste punt van die 5 stappen weer terug. En dat is het afronden van je inschrijving. Want ook met het doen van een studiekeuzecheck of matching is de inschrijving nog niet definitief. Die is pas definitief als je je collegegeldbetaling hebt geregeld. En dat betekent dat je een handtekening zet voor een machtiging in verschillende termijnen of dat je het geld al overmaakt. En dat kan uw kind zelf doen, maar dat kan u ook doen voor uw kind. Wees wel gewaarschuwd, zou ik maar zeggen, dat wij niet communiceren met u, maar met uw kind, namelijk met de student. Dus ook al betaalt u, wij communiceren met uw kind. Dus wij communiceren ook met uw kind dat dat geregeld is. Nou, als de betaling geregeld is, krijgt uw kind een bewijs van inschrijving. Dat is het definitieve bewijs dat uw kind kan gaan starten in de eerste week van september. En uw kind kan dan ook een collegekaart aanvragen en zit eigenlijk dan in de molen om verdere informatie te krijgen om goed te kunnen starten op 1 september. En de vraag is ook nu, hoe kunt u nu helpen bij dit hele proces? En graag delen we een aantal tips met u. Marieke vertelde net al hoe belangrijk die DigiD-code is. En controleer of check bij uw kind ook of die DigiD ook aangevraagd is. En is dat op tijd geregeld? Ga er op tijd voor zitten. En natuurlijk is het belangrijk om die toelatingseisen te controleren en te checken wat mogelijk is. Moet uw kind nog aan bepaalde vakken voldoen? Of moet er nog een toets gemaakt worden? Of wat zijn de selectie-eisen, zoals we eerder al genoemd hebben? Fijn als u daar met uw kind samen naar kijkt.
En kijk ook wanneer die inschrijfdeadline dus zijn. Want die zijn, zoals Marieke al aangaf, heel erg vast. En er kan geen uitzondering op gemaakt worden. En ook dit plan B, hè, mocht uw kind niet doorgaan met selectie of niet geselecteerd zijn daarin, dan is het belangrijk om een alternatieve keuze te maken. Dus kijk ook bij de plan B wat die toelatingseisen voor die opleiding zijn. En Marieke zei het al, van we communiceren niet met ouders. Het is belangrijk om te kijken of uw kind echt alles ontvangt. Want hij of zij krijgt het alleen in zijn mailbox. Ook al gaat u bellen bijvoorbeeld, alle informatie gaat alleen naar uw kind. En dat is ook echt belangrijk, ook die betaling. Checkt u alsjeblieft of die betaling geregeld is, of het allemaal goed in orde is. Want zo kan op die manier de inschrijving rondkomen. Maar het allerbelangrijkste hoe u kunt helpen is om te kijken of het goed met uw kind gaat. Voldoet het aan de verwachtingen van uw kind? Bijvoorbeeld de matching of de studiekeuzecheck. Past het idee, het beeld van de opleiding goed bij wat uw kind had verwacht van tevoren? En hoe ervaart uw kind de selectie? Dat is natuurlijk ook een spannend proces. Ook ga daar met uw kind over in gesprek. En onze belangrijkste tip is ook altijd om te checken om open vragen te stellen. Dus stel veel open vragen en niet van heb je al dit of heb je al dat, maar stel je open vragen. En dan zullen jullie mooie gesprekken krijgen. En ook als uw kind bijvoorbeeld niet aangeeft van nou, het past niet aan mijn verwachtingen, kijk dan met uw kind samen wat een plan B is. Hè? Misschien wilt uw kind toch liever een tussenjaar of een andere opleiding. En natuurlijk is ook een belangrijk onderdeel zijn de studiekosten. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Wat gaat nou zo'n opleiding eigenlijk kosten? Nou, het is belangrijk om te weten dat er kosten zijn voor collegegeld, dat er overgekosten worden gemaakt tijdens de opleiding en dat ook studenten in hun levensonderhoud moeten worden voorzien. Het collegegeld is in 2022-2023 rond de €2200. Dat komt neer op ongeveer €180 per maand. Maar start uw kind voor het eerst met een bachelor of een associate degree, dan betaalt uw kind maar voor de helft van het collegegeld, dus rond €1100. Ook maak je allerlei kosten tijdens de opleiding, bijvoorbeeld voor het aanschaf van boeken, materialen, excursies en dergelijke. Hoe hoog die kosten zijn, dat varieert een beetje per opleiding. Dus het is handig om contact op te nemen met de opleiding of wat die kosten precies zijn. En het is goed. Die €1100 is voor het eerste jaar. Dus in het eerste jaar krijgt een kind korting als hij voor het eerst gaat studeren. Ja, dat is een hele goede aanvulling. En daarna betaalt hij het gewoon het volledige collegegeld in jaar 2, in jaar 3 of jaar 4. Het is ook belangrijk dus dat die overige kosten van de opleiding, hè, dus allerlei boeken, excursies en dergelijke. En het belangrijk is ook om te weten dat in het eerste jaar die kosten het hoogst zijn eigenlijk. Dat is vaak het geval. En ook maken de kinderen een kind natuurlijk allemaal kosten op het gebied van levensonderhoud. Want het kind moet eten, voor kleding en ook huisvesting waarschijnlijk en uitgaan bijvoorbeeld. Ook als uw kind bijvoorbeeld op kamers gaat, maakt uw kind meer kosten dan dat uw kind thuis woont. Dat is natuurlijk ook logisch. Maar bij het Nubud hebben ze even uitgerekend wat ongeveer de kosten zijn als uw kind op kamers gaat. En dat komt neer op ongeveer €1000 per maand. Maar het moet wel bij de aantekening dat zij rekening houden met een huur van €400. En soms is die huur natuurlijk veel duurder in grote steden. Dus ook daar hangt het natuurlijk weer van af. Thuiswonende kinderen betalen vaak in Nederland ook kostgeld. Dat is ongeveer €130 per maand. En om dit allemaal te bekostigen, werken vaak studenten naast hun opleiding. En is ook natuurlijk die studiefinanciering. En is het ook mogelijk om voor je kind soms zorgtoeslag of huurtoeslag aan te vragen. En natuurlijk kunt u ook als ouder bijdragen. En er is ook een beetje vanuit het overheid uitgerekend hoe hoog die bijdrage voor ouders per studerend kind is. En dat komt neer op €400 per maand. Maar mocht u deze kosten niet kunnen betalen, dan is het mogelijk om misschien een aanvullende beurs aan te vragen. U kunt daarvoor ook terecht bij de studentendecaan. Daar komen we straks op terug.
En ook al verdient u misschien wel, heeft u wel een hoger inkomen, maar bent u natuurlijk niet verplicht om aan die 400 euro te voldoen. Wel is er een plicht om te voldoen aan de levensonderhoud van kinderen tot en met 21 jaar. Dus dan is het ook belangrijk om daar te zorgen voor de kinderen. En dat kan natuurlijk zijn in de vorm van het geven van onkosten, voldoen aan de onkosten of het verzorgen van onderdak. Laten we nu eens even kijken hoe het zit met de studiefinanciering. Marieke, kun je daar ons meenemen? Ja, dat zal ik beknopt doen, want wij zijn geen experts op het gebied van studiefinanciering. Wie dat wel is, dat is DUO, de dienstuitvoering onderwijs van de Rijksoverheid. En op de website van DUO, duo.nl, kunt u alle informatie vinden. Zij hebben bijvoorbeeld op 30 september 2021 een webinar gegeven over alle ins en outs over de studiefinanciering. Hoe werkt dit? Ik licht hier een paar belangrijke onderdelen uit, maar als u meer wil weten, raad ik u aan om naar de site van DUO te gaan en dit webinar terug te kijken. Dat kan gewoon. Het is heel leerzaam. Ja, hoe werkt het? Wanneer heb je eigenlijk recht op studiefinanciering? Je hebt recht op studiefinanciering als je gaat studeren in het mbo, hbo of op de universiteit. Aan een voltijdsopleiding. Dus als je een deeltijdopleiding start, heb je geen recht op studiefinanciering. Ook belangrijk om te weten. Als je jonger bent dan 30 jaar, heb je recht op studiefinanciering. En als je de Nederlandse nationaliteit hebt, heb je die niet, dan zijn er andere mogelijkheden. Kijk dan ook heel goed op duo.nl. En je kan studiefinanciering krijgen als je nog geen 18 bent. Als je naar het mbo gaat en je wil studiefinanciering krijgen, moet je 18 zijn. Maar in het hoger onderwijs is dat niet zo. Is het gewoon zo dat op het moment dat jij gaat starten met de opleiding, met het hbo of met de universiteit, dan per 1 september of de eerste week van september, ontvang jij dan studiefinanciering. Of je nou 18 bent of nog jonger. Wat wel belangrijk is, is dat je de studiefinanciering tijdig aanvraagt. Dus als je je inschrijft voor een opleiding, je weet het zeker, kijk dan ook of je gelijk je aanvraag kan doen bij DUO voor die studiefinanciering. Want het is fijn als dat op tijd geregeld wordt. Ja, waaruit bestaat die studiefinanciering? Ik heb het kort voor u op een rijtje gezet. Het bestaat uit 4 onderdelen. Het eerste onderdeel is het studentenreisproduct. Dat is niet een OV-kaart, maar dat is een OV-abonnement. Je moet wel zelf je OV-kaart kopen waar je je abonnement kan opladen. Dat komt ongeveer overeen met 90 euro per maand. Dat studentenreisproduct hoef je niet per se aan te vragen. Als jij vlak bij je hogeschool of bij de universiteit woont en je gaat gewoon op de fiets, dan vraag je dat niet aan. Dat scheelt je. Daarnaast is er, je kan een week OV krijgen of een weekend OV. Dat betekent dat je of door de week of in het weekend gratis kunt reizen. Ligt een beetje aan de situatie wat voor jou makkelijker is. En je kunt dat ook wisselen. Niet oneindig, maar je kan het een paar keer per jaar wisselen. Daarnaast is er een aanvullende beurs. Aanvullende beurs, daar is nogal verwarring over in Nederland. En vorig jaar werd ook duidelijk dat heel veel studenten die wel recht hadden op zo'n aanvullende beurs, dat niet hebben aangevraagd, waardoor eigenlijk heel veel geld blijft liggen. Want wat is nou een aanvullende beurs? Dat is eigenlijk die 400 euro waar Annemarie het net over had, die ouders eigenlijk voor je zouden moeten hebben als student. Hè? Dus die u als ouders aan uw kind zou moeten kunnen geven per jaar. Als dat niet lukt, dan is daar die aanvullende beurs vanwege bijvoorbeeld het inkomen. Die aanvullende beurs wordt bepaald op basis van uw inkomen. Officieel is dat van 2 jaar geleden, maar mocht het zo zijn dat door coronamaatregelen uw inkomen heel erg is gedaald de afgelopen 2 jaar, dan is het ook mogelijk om het aan te laten passen. En op basis daarvan, en ook op basis van of u nog meer studerende kinderen heeft, dus of uw kind nog meer studerende broers of zussen heeft, wordt per jaar de hoogte van die aanvullende beurs bepaald. Heeft u nou een heel hoog salaris, kan het zijn dat uw kind geen aanvullende beurs krijgt. Maar wij raden u aan om het altijd aan te vragen. Als u het aanvraagt, wordt de hoogte berekend op basis van uw inkomen. En dat geld hoeft uw kind niet terug te betalen straks als uw kind binnen 10 jaar een bachelordiploma haalt. Dus dan wordt het omgezet in een gift. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor het studentenreisproduct.
In principe staat daar 90 euro per jaar voor, maar als u per maand voor, sorry. Maar als uw kind binnen 10 jaar een bachelordiploma haalt, wordt dat omgezet in een gift. Dus dan hoeft uw kind dat niet terug te betalen. Nou, dat is het ene deel van studiefinanciering. Maar het andere deel, dat heet trouwens ook, dat is ook de prestatiebeurs. Hè? Dus als uw kind presteert, als uw kind de bachelor haalt, dan krijgt hij het studentenreisproduct en dan krijgt hij de aanvullende beurs. Maar er zit ook een leningmogelijkheid aan studiefinanciering. En dat is een lening die uw kind kan gebruiken voor levensonderhoud of persoonlijk onderhoud. En een collegegeldkrediet. Dat is ook een lening. Dat is namelijk de lening die uw kind kan gebruiken om collegegeld te betalen. Dat kunt u kan uw kind in termijnen krijgen, 12 termijnen. En uw kind kan ook per maand aangeven of het wel of niet nodig is. Dat geldt ook voor de lening. Die lening, Duo heeft een hele handige rekenhulp. Die staat hier ook op deze sheet. Die kunt u vinden op duo.nl. Waarin u samen met uw kind kan kijken naar wat zijn nou precies de uitgaven die uw kind heeft. Wat heeft hij nou precies nog nodig in het levensonderhoud? Dus hoe hoog zou de lening moeten zijn? Nou, misschien heeft uw kind wel een aantal maanden geen baan en extra geld nodig vanuit de lening van Duo. Dat kan. Dus dat bedrag is ook aan te passen tussendoor. Of heeft uw kind wel een baan en is er minder lening nodig? Dat is natuurlijk veel fijner. Want over die lening moet uw kind straks wel rente betalen. Op dit moment is de rente 0%. Maar uw kind gaat nu nog niet betalen. Dat doet hij pas vanaf 2 jaar nadat de studie is afgerond. Dus rekent uw kind niet rijk met dat het nu 0% is. Dat kan gewoon weer hoger worden. Het is en blijft wel een lening. De bedragen voor 2022 heb ik hier opgezet. Die kunt u rustig nalezen. Maar die zijn dus voor de lening en het collegegeldkrediet en voor de aanvullende beurs eigenlijk ook, kunnen die heel erg wisselen. Afbetalen van de lening mag je doen binnen 35 jaar. Dus daar heb je best tijd voor. Maar weet wel dat als uw kind leent van Duo, dat wel gevolgen heeft als uw kind bijvoorbeeld een huis wil kopen. Want het is gewoon een schuld en dat wordt ook meegenomen als de hypotheek bijvoorbeeld voor een huis berekend kan worden. Dus neemt u dat in ieder geval mee voor uw kind. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen rondom studiefinanciering. Nogmaals, wilt u meer weten, kijk naar het webinar van duo.nl. Heel interessant, ook over bijvoorbeeld hoe lang kan je studiefinanciering krijgen enzovoort. Maar dat gaat te diep voor nu. Er verandert veel als uw kind gaat studeren. En gelukkig staat uw kind er niet alleen voor. En binnen hogescholen en universiteiten zijn er veel mogelijkheden om uw kind te ondersteunen als het ergens tegenaan loopt of als ergens vastloopt. En daar gaan we het even in deze nu over hebben. Want weet u nu al dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Heeft uw kind bijvoorbeeld een faciliteitenkaart of een toetstijdverlenging? Dan kan uw kind dat nu al aangeven in StudieLink als u zich aanmeldt voor de opleiding. Uw kind gaat dan al in gesprek met een studentendecaan voor de start van de opleiding om zo te kijken welke voorzieningen handig zijn of welke mogelijkheden er voor uw student en voor uw kind zijn. En dat start natuurlijk altijd prettiger. Ook is het handig om te weten dat je met al je vragen bij de Universiteit van Amsterdam terecht kunt bij de studentenservice desk. En bij de Hogeschool van Amsterdam is het handig om te weten dat het studenteninfo heet. Op de campus kun je daar terecht, maar natuurlijk ook online. De linkjes hebben we toegevoegd en zullen we ook straks nog een keer noemen. De eerste aanspreekpunt tijdens de opleiding is een mentor. En daar kun je al je vragen stellen, of ook wel een studieloopbaanbegeleider genoemd. En die persoon zal je in de eerste tijd in je studie vooral zien. Maar heb je meer hulp of ondersteuning nodig, dan kun je voor informatie en een gesprek over persoonlijke omstandigheden, een functiebeperking of studievertraging naar de student-decaan. Bij de UvA kun je ook voor persoonlijke omstandigheden, keuzebegeleiding of hulp bij een stage terecht bij een studieadviseur. Zij zullen je altijd maar helpen met al jouw vragen. Bij bijzondere omstandigheden als topsport, mantelzorg, functiebeperking kun je ook bij een studentendecaan terecht.
En ook zijn er studentenpsychologen voor de mentale ondersteuning gezondheid. En zij organiseren vaak trainingen, maar ook individuele gesprekken. En daarnaast kun je ook al tijdens je studie ook extra ontwikkelen en vaardigheden ontdoen om professioneel ontwikkelen. En dat gaat bijvoorbeeld met trainingen en workshops. Dus dat is ook heel erg handig om te weten dat je tijdens je studie ook binnen de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam verschillende trainingen kan volgen. Bijvoorbeeld over het omgaan met faalangst, maar ook over studiekeuzes maken, Engelse teksten schrijven, presenteren, sollicitatietrainingen, noem het maar op. Deze trainingen zijn vaak online, maar ook op de campus. Uw kind kan zelf aangeven wat hij of zij het prettigst vindt. Ja, wat ook handig is, wat mij net te binnen schiet, is uw kind kan daar ook bijvoorbeeld al aan het begin van zijn studie een cursus doen, een workshop doen om te leren plannen of omgaan met grote hoeveelheden lesstof enzovoort. Dus ook al in het begin van de studie is er online of in de vorm van workshops zijn er mogelijkheden om ondersteuning te krijgen om ja, eigenlijk het nieuwe leren wat je doet in het hoger onderwijs onder de knie te krijgen. Ja, en check daarvoor de studenteninfo bij de HVA of het Student Career Center bij de Universiteit van Amsterdam. En dan natuurlijk ook het studentenleven. Want een nieuwe studie kiezen is ook het zorgen voor nieuwe vrienden. Het ontmoeten van nieuwe vrienden en het doen van heel veel ervaringen. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Uw kind kan op heel veel verschillende manieren nieuwe vrienden leren kennen. Of andere mensen ontmoeten en vooral die ervaring opdoen. Dat kan tijdens de opleiding, maar ook bij bijvoorbeeld een studievereniging of een studentenvereniging. Nou, wat is nou het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging? Bij een studievereniging zitten studenten die dezelfde opleiding volgen. Je ontmoet daar dus vooral je medestudenten van de opleiding. Bij een studentenvereniging zitten studenten van allerlei verschillende opleidingen en ook van de hogescholen, universiteit, allemaal door elkaar heen. Het is heel mooi om te weten dat bij een studentenvereniging of bij een studievereniging er veel gefeest wordt, maar ook samen wordt gestudeerd. En dat kan ook weer handig zijn voor het voltooien van je opleiding. Het stimuleert elkaar ook. Ook zijn er verschillende soorten studentenplatforms. Dat wordt vaak georganiseerd door en voor studenten, vaak met dezelfde achtergrond. Er zijn heel veel studentenplatforms. Ik denk bijvoorbeeld aan de HVA Pride, UvA Pride, maar ook studenten met een functiebeperking, studenten die zich heel erg bezighouden met duurzaamheid. Te veel om op te noemen eigenlijk. Op onze website vind je al deze studentenplatforms terug. En een mooie manier om anderen te leren kennen en vooral je medestudenten en de campussen te leren kennen, je opleiding te leren kennen en vooral ook Amsterdam te leren kennen, is de introductie. Tijdens de introductieweek leer je dus heel veel verschillende facetten van je studie, maar ook dus Amsterdam, je wordt gefeest, je doet ook inhoudelijk veel ervaring op, er worden trainingen, workshops gegeven, van alles. Dus als je nu al een vakantie boekt voor in de zomer, is het goed om rekening te houden met de data van die introductiedagen. Die zijn meestal eind augustus, dus kijk alvast op onze website om te zien wanneer die introductie is. Het is zeker een aanrader om fijn van start te gaan tijdens de opleiding door eerst een introductie te volgen. En ook kan uw kind van allerlei gebruik maken van allerlei faciliteiten tijdens de opleiding. Bijvoorbeeld sporten, doen van workshops, volgen van allemaal mooie voorstellingen, meedoen met fotografie workshops, noem het maar op. Ook dat is heel erg mooi om te zien dat er heel veel mogelijkheden zijn. Ja, en het is ook fijn om te weten dat voor studenten, dus dingen als CREA of het USC, dus het sportcentrum, vaak goedkoper of soms zelfs gratis cursussen of trainingen of cultuurworkshops aanbieden. In ieder geval is dat gewoon heel voordelig. Dus dat is ook nog interessant. En je ontmoet weer medestudenten. Ja, we hebben zo in een klein uurtje hebben we u een hele berg aan informatie gegeven. We hopen dat dat u er wat aan gehad heeft. En sommige dingen zult u ongetwijfeld nog even willen nalezen of nakijken. En daarom hebben we wat handige websites voor u op een rij gezet. Zowel die van onszelf, de UvA en de HVA, maar ook breder. Zoals die van Nibud, van StudieLink Duo,
En een belangrijke is studiekeuze 123. Op studiekeuze 123, dat is de landelijke website voor studiekiezers eigenlijk, staat heel veel praktische informatie die u kan helpen als u vragen heeft over inschrijving en andere praktische zaken rondom gaan studeren. Daarnaast is ook de website Studeer met een plan daar handig voor. Ja, daar staat ook weer de link naar Nibud, maar ook andere informatie over die handig kan zijn als uw kind gaat starten. Dus kijk daar rustig nog eens naar. De link naar het webinar van Duo kunt u hier ook vinden. En u krijgt morgen, als het goed is, deze PowerPoint dus ook in uw e-mail. Dus dan kunt u vervolgens ook zelf doorklikken. Nou, wij hopen dat u voldoende informatie heeft. Ongetwijfeld heeft u nog vragen. Er zijn al wat vragen tijdens het webinar binnengekomen. Een aantal vragen zijn ook behandeld al door onze collega's. Laten we heel even kijken of er nog vragen zijn die wij op dit moment nog kunnen behandelen. Laten we kijken naar de eerste vraag. Wanneer is de open dag en is het handig om als ouder mee te gaan? Zal ik hem beantwoorden voor de Universiteit van Amsterdam? Het is heel handig om inderdaad een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen. En voor de UvA is dat de UvA Bachelor Week. En die is online. En die vindt plaats in maart. Dus het is heel handig om ook samen met uw kind een sessie te volgen. Online sessie van de opleiding naar keuze. En zo op die manier opleidingen met elkaar te vergelijken. En heeft uw kind dan een selectie gemaakt, dan is het ook heel handig om te gaan proefstuderen. En ook dat is online. En dan kan uw kind wat meer verdiepend weten over de opleiding. Ja, en bij de UvA is het, bij de HVA, sorry, is het zo dat de open dagen zijn ook online. Wij zijn ook bezig nu in verband met de coronamaatregelen om wel in kleine groepjes mogelijk te maken dat studiekiezers die zich willen oriënteren naar de HVA toe kunnen. Hou daarvoor de site hva.nl/opendag of anders uva.nl/opendag in de gaten voor meer informatie. Proefstuderen en meelopen is bij ons in zulke kleine groepen dat tot nu toe nog live kan. En dat is ook heel erg fijn, want dat geeft in ieder geval aan uw kind een mogelijkheid om echt even te voelen. Mocht dat nou door de coronamaatregelen voorlopig nog niet mogelijk zijn, dan nodig ik u ook altijd uit om gewoon even misschien samen met uw kind eens een keer naar de instelling te reizen. En niet altijd is het mogelijk. U kunt altijd proberen om even binnen te kijken, binnen te komen. Dus daar wil ik u toe uitnodigen. Maar ook al de reis op zich en even een rondje om het gebouw, een rondje in de omgeving, kan al heel veel doen in het gevoel, in de sfeer voor uw kind. Om te kijken of het past op de plek. Dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect in de keuze. De volgende vraag. Hebben jullie ook tips voor hoe je aan een kamer kan komen? En is het met de huidige markt nog wel mogelijk om als eerstejaars een kamer te bemachtigen? Vind ik een lastige vraag. Wil jij iets zeggen? Het is natuurlijk op verschillende manieren handig om een kamer te vinden. We merken dat heel veel studenten die aangesloten zijn bij een studievereniging of bij een studentenvereniging, via aan een kamer komen. Maar ook is er een handige site, dat heet Duo, dus niet Duo, maar D-U-W-O, die tips geeft over het vinden van een kamer. Verder is het ook gewoon veel netwerken. Jij er nog tips over? Ja, uit mijn eigen ervaring is dat eigenlijk het belangrijkste, het netwerken. Dat is lastig, want dat doe je eigenlijk pas als je aan het studeren bent. En als je echt ontzettend ver moet reizen, kijk dan ook eens even in uw eigen netwerk of u mensen heeft die wonen op de plek waar uw kind straks gaat studeren. En zet dat netwerk ook in. Vraag of uw kind daar tijdelijk terecht kan, zodat het wat minder lang hoeft te reizen. En dan eigenlijk als uw kind eenmaal gaat studeren, dan via kom je er wel. Het is niet onmogelijk. Het is lastiger, zeker. Het is ook steeds duurder aan het worden. Maar aan de andere kant zijn ze bijvoorbeeld in Amsterdam ook steeds meer bezig om nieuwe studentenwoningen te bouwen of bestaande woningen of bedrijven om te bouwen. Maar het handigste is echt het via netwerk en die Duo die jij zegt. Gaan we door naar de volgende vraag. Voor switchen tussen opleidingen naar 1 mei, moet dit bij dezelfde school?
Nee, dat hoeft niet. Zal ik hem oppakken? Ja, ik heb het antwoord eigenlijk al gegeven. Nee, dat hoeft niet bij dezelfde school. Dat kan ook bij een andere school zijn. Maar kijk wel heel goed naar de deadline om nog te kunnen wisselen. Dus zoals ik al zei, de meeste opleidingen hebben 1 september als deadline. Maar de HVA heeft bijvoorbeeld 15 augustus. Dus als je wil wisselen, probeer dit op tijd te doen. En als je twijfelt, neem even contact op met de studievoorlichting van de betreffende instelling. Dus HBO-opleiding of universiteit, in hoeverre dat kan. Of van de studentenadministratie. Een moeilijke vraag. Wat is het verschil in waarde van een HBO-bachelor en een universitaire bachelor? Ja, daar is eigenlijk, vind ik, een lastig antwoord op te geven. Dat ligt heel erg aan jezelf, denk ik ook. Het gaat er ook om, als jij enthousiast bent en als jij goed bent in iets, dan gaat het denk ik altijd lukken. Waarde, ik denk niet dat er echt een waardeverschil is. Ik heb zelf een universitaire opleiding gedaan. Een nichtje van mij heeft een hbo-opleiding gedaan. Qua financiën, zij verdient veel meer dan ik. Dus dat kan heel erg verschillend zijn. De waarde zit meer in hoe je dingen benadert. En dat hebben wij geprobeerd te benadrukken. Dat op een universitaire opleiding je veel meer onderzoekend kijkt. En bij een hbo is het wat meer praktisch ingestoken. Dus het gaat ook meer over wat past bij jou en hoe ga jij te werk. Dus het is meer de manier waarop je leert. En de universiteit is wel echt meer onderzoeksgericht. Dus als je echt houdt van de boeken ingaan, onderzoek doen, dingen uitpluizen, meer willen weten enzovoort. Dan is een universiteit meer voor jou. Ik hoop dat ik daarmee je vraag heb beantwoord. Gaan we door naar de volgende vraag. Als die er nog zijn. Is een University College studie een numerus fixus studie? Nee. Maar de meeste university colleges hebben wel andere inschrijfdeadlines die een stuk eerder liggen dan 1 mei. Ik weet dat bijvoorbeeld bij de UvA PPLE is volgens mij 1 februari. En je hebt ook nog daar de opleiding Liberal Arts and Sciences. En dat is volgens mij 1 maart of andersom. Maar de university colleges hebben dus wel vaak eerdere deadlines. Dus kijk daar heel goed naar als je daarin geïnteresseerd bent. Zijn jullie in de zomervakantie bereikbaar voor vragen over studies of voor een gesprek over studiekeuze? Hele goede vraag. Ja, dat zijn wij. Het is wel zo, als ik heel eerlijk ben, dat de universiteit is nog beter bereikbaar dan de hogeschool. Maar wij zorgen er ook voor dat als je twijfels hebt over je opleiding, dat je bij een studiekeuzecoach terecht kan, ook in de zomer. En als je andere vragen hebt, is studievoorlichting altijd aanwezig. Ja. Dus die kun je in principe altijd contacten. Ja, en bij de Universiteit van Amsterdam kun je terecht bij de studentenservice desk. En die zorgen altijd voor extra capaciteit om al die vragen van jullie te kunnen beantwoorden. En ook zijn er mogelijkheden bij het Student Career Center of bij coaches om te helpen bij de verschillende vragen. Ja, volgende vraag. We kijken even op 2 schermen. Waar kan ik meer informatie vinden over AD? Over AD's in het algemeen kun je informatie vinden op Studiekeuze 123. Je kan bij Studiekeuze 123 invoeren waar je precies meer informatie over wil weten. En alle opleidingen in Nederland die aangeboden worden, ook alle AD-opleidingen, staan op de site van studiekeuze123.nl. Dus als je dat wil weten, kijk je daar. Vervolgens hebben ook heeft de HVA, ik kijk even naar de UvA, maar daar is geen AD. Nee. De HVA heeft ook een overzicht van alle opleidingen, hva.nl/opleidingen. En daar kun je ook kiezen op AD's, associate degrees, en dan komen de AD-opleidingen die wij aanbieden, die poppen op, zou ik maar zeggen. Dus dan kun je daar het lijstje van vinden. En dat is bij andere hogescholen vaak ook het geval. Je herkent het dus aan de toevoeging hoofdletter A, kleine letter D, AD, die bij de opleiding vaak staat. Volgens mij hebben wij geen vragen meer. Dus dan wil ik u hartelijk danken voor uw aandacht.
hopelijk... Oh, ik zie nog één vraag langskomen. Oh ja, komt er nog iets binnen? Dan gaan we zeker beantwoorden. Wil jij hem... Is het verstandig om een andere studie te starten als je niet bent toegelaten en het jaar daarna weer toegang probeert te krijgen tot de studie die je voor ogen hebt? Of kun je beter een jaar wachten? Goeie vraag. Even kijken. Het ligt een beetje aan je plan B. En daarom is het dus belangrijk als je een selectieopleiding doet of een andere opleiding waarvoor je in ieder geval een toelating nodig is, dat je goed nadenkt over wat wil ik nou als dat hem niet wordt. Want soms is er een gerelateerde opleiding die heel interessant kan zijn als je die een jaar doet. En als je zegt van nou, ik vind het gewoon heel leuk om nieuwe kennis op te doen, dan kan dat. Weet wel dat het dan misschien lening kost. Hè? Het kost je in ieder geval een jaar extra studiefinanciering, dus dat is goed om te weten. En een tussenjaar, dat kun je ook op verschillende manieren invullen. Dus je kan ook kijken of je in een tussenjaar werk kan vinden, dat dan een beetje aansluit op die opleiding die je zou willen doen. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, dat kan betaald werk zijn, of dat je inderdaad gaat sparen, zodat je het jaar daarna minder hoeft te lenen. Dat is eigenlijk aan jou de keuze. Maar denk daar dus wel alvast, aan uw kind. Maar denk daar alvast goed over na. Dat is wel belangrijk. En praat daarover met uw kind. Mijn eigen ervaring met mijn kinderen is dat dat soms best lastig is. Maar een open gesprek, soms eventjes als je ergens bent met z'n tweeën, wat heel goed werkt. Voor mij is bijvoorbeeld als je in je auto zit met het kind zelf, maar niet aan tafel met iedereen. Dat is onprettig. Vraag is, hoe zit dat nou? Wat weet je al van je plan B en hoe enthousiast ben je daarover en wat vind je daarvan? Vaak komen de gesprekken dan wel op gang. Kom er nog één binnen? Ja. Hoe vindt de opgave van een dubbele studie plaats? Vind ik een lastige vraag. Wat ik wel weet is, je kan twee studies doen. En dan is het handig dat je een tweede studie begint als je met de eerste al bezig bent. En dan betaal je ook maar één keer collegegeld en niet dubbel. En anders wordt het daarna. Ja, en mocht je een dubbele studie willen doen, dan is het altijd belangrijk om met een loopbaanbegeleider of met een studieadviseur in gesprek te gaan. Hoe je ook dat ze goed optimaal kunt combineren. Ja, dat is heel belangrijk. En zeker ook met de twee, mentoren of SLB'ers van de twee opleidingen samen, zodat ze ook weten dat jij dingen combineert. En zorg ook dat je van tevoren op open dagen of tijdens proefstuderen al goed navraagt in hoeverre dat te combineren is. Ja. Want soms zijn lessen verplicht. Niet alle lessen zijn verplicht, maar soms wel. En als je dat moet missen omdat je net voor die andere studie iets doet, dan moet je goed zorgen dat je dat regelt. Dus ook weer daar is het eigen initiatief van uw kind heel belangrijk. Hij of zij moet aangeven wat er aan de hand is, wat er nodig is. En dan kunnen de opleidingen gaan kijken in dit geval wat er mogelijk is. Kijk of er nog meer vragen komen. We zien geen vragen meer. Maar dan willen we u hartelijk danken voor het meekijken naar vanavond. En we hopen dat al uw vragen zijn beantwoord. Ja. En wellicht voor uw kind dan... Tot ziens in september. En we wensen u een hele fijne avond. En heel veel sterkte met uw kind. En veel plezier ook in de voorbereidingen voor de vervolgopleiding. En als uw kind straks helemaal volledig ingeschreven is, dan wensen we jou vast een hele fijne studententijd toe. Oké, dank u wel. Dank u wel.